Dit is de HD Digicorder van Telenet. Ik heb al een jaar digitale televisie van Telenet en ik moet zeggen, ik ben er eigenlijk wel vrij content van. Ik heb mijn Digibox aangesloten via Component. Voilà. Niet via HDMI, omdat mijn tv nog niet beschikt over HDMI. Daarmee, Component heeft ongeveer dezelfde kwaliteit, dus ik ben er heel tevreden van. Ik heb mijn Digibox ook nog aangesloten op SCART, omdat ik anders geen teletext kan kijken. Dit zijn kort de zenders, zoals u kan zien. Dit is het basisaanbod. Dat lijkt al redelijk veel, maar er zitten radiozenders ook bij. En alle regionale zenders staan hier vermeld. En normaal gezien heb je maar één regionale zender, dus er valt er al bijna 10 af. De HD Digicorder. Ik ben er eigenlijk vrij content van. Geen problemen mee gehad. Snel, ja. Het kan sneller. Gewoon zappen, analoog gaan nog altijd rapper. Maar de kwaliteit mag daar ruimschoots goed en het is niet dat je echt moet wachten op beeld. Het mag rapper gaan, maar echt storend is het ook niet. De toepassingen zelf zijn ook niet echt super snel, maar mij stoort het echt niet. Het kan zijn dat sommige mensen stoort, maar mij dus niet. Waarom telen het Digital TV en geen TV Vlaanderen of Belgium bijvoorbeeld? Ik ben al jarenlang internetklant bij Telenet. Waar ik ook nooit geen klachten van gehad. Van de mensen zelf van Telenet, daar kan ik ook niet over klagen. Helpdiensten altijd klaar mocht je problemen hebben. Ook al wordt er beweerd dat er de klantendienst bij Telenet niet zo goed is. Ik heb er nooit echt last mee gehad. Die Digicorder. Dan terug, waarom? Televisie dan, ja, het is heel voordelig, vooral nu met die shakes, geeft u een decoder praktisch gratis. Ja, de kwaliteit is volgens mij ook stukken beter dan bij de concurrentie, alhoewel dat ik nog niet TV Vlaanderen in HD gezien heb, dat tegenwoordig ook al beschikbaar is. Dat heb ik nog niet gezien, dus daarmee kan ik ook niet echt vergelijken, maar vergeleken met Belgicom is het stukken beter. Wat nog een voordeel is dan vooral ten opzichte van Belgicom, is dat je twee opnames tegelijk kunt opnemen, wat ook handig is. Maar het nadeel daaraan is dat je twee programma's tegelijk opneemt, dan kun je niet naar een ander programma digitaal kijken. Er zitten twee tuners in en als je twee programma's tegelijk opneemt, worden beide tuners gebruikt. En kun je alleen maar naar die twee programma's kijken. Het zenderaanbod. Het zenderaanbod is ja, voldoende, maar het mag altijd meer natuurlijk. Ik heb enkel het basispakket, dus ik heb geen extra betaalpakketten. En dat zijn zo'n 57 zenders. Maar ja, er zit wel wat tussen dat iedereen kan bekoren, muziekzenders. Discovery Channel, National Geographic. Maar daar is bijvoorbeeld Belgicom wel een beetje beter in. Dat zenderaanbod is iets uitgebreider, ook bij TV Vlaanderen is het iets uitgebreider. Maar je hebt hier wel ja, al je standaardzenders. En ik denk dat daar bij de media toch wel om te doen is, zoals VTM, VT4. Die zenders zitten er overal op en overal een supergoeie superieur kwaliteit. Dus dat zal het probleem niet zijn. Als er mensen zijn die slechte ervaringen hebben met een Digibox, laat dat weten. Ik wil altijd problemen proberen op te lossen. Ik heb er al vrij veel ervaring mee. Ik heb er ook al, deze heb ik ook zelf geïnstalleerd. Buiten dan digitaal gemaakt, interactief gemaakt, sorry. Omdat dat zelfstarterpakket toen nog niet bestond.
Ik ga u een aantal ik ga een aantal filmpjes maken en die online zetten met tips, hints, eigen ervaringen van Telenet, Digital TV. Zijn er mensen die vragen hebben, kunnen we ook altijd op posten. Ik wil er wel dieper op ingaan. Als er mensen zijn die andere manieren weten, want bijvoorbeeld voor het sappen heb je 4 of 5 verschillende manieren om dat te doen. Dus als er mensen nog andere manieren weten, laat dat gerust weten. Dus nog even meer informatie over mijn Digibox. Voilà, daar is het beeld voor mensen die het nu wisten. De foto's die je zag, dat waren foto's van Telenet Foto. Dat is een programma van Telenet. Kun je foto's online uploaden en dan gemakkelijk je Digibox laten zien. Dit is het home menu van de Telenet Digibox. Mijn Digibox is dus een HD Digibox en ik kijk nu via de 1080i resolutie. Dat is de hoogste resolutie dat de Digibox aan kan. Maar dit is niet de echte full HD resolutie, want dat is 1080p, maar voor digitale televisie wordt meestal deze resolutie als maximale resolutie gebruikt. Er is ook nog 720, wat eigenlijk ideaal is voor HD-ready tv's. Dus tv's onder de 37 inch, zal ik maar zeggen, zijn meestal HD-ready tv's. En daar is die resolutie ideaal voor. Dan de gewone standaard resolutie, de SD-resolutie. Maar de HD-resolutie 1080i werkt perfect. Dan aansluitingen. Ja, ik heb een VRC SCART-uitgang, mijn video, die normaal gezien naar een videorecorder zou moeten gaan of naar een DVD-recorder, heb ik ook aangesloten op mijn televisie. Waarom? Ja, zo kan ik gemakkelijker teletext bekijken, want dat gaat niet als je via een HD-aansluiting is aangesloten. Dus dan kun je geen teletext kijken. Dus dan moet ik altijd even op SCART gaan. En dan teletext bekijken. Maar dat is niet echt nodig tegenwoordig niet meer, vind ik. Want Digitext, wat ik later ook nog wel zal uitleggen, is eigenlijk een goede vervanger tegenwoordig voor de teletext. Dan signaalsterkte. De kwaliteit is altijd 100%. En de sterkte, ja, dat varieert wat. Ik weet niet juist wat de idealen waren. Maar ik zal dat wel als comment bij op mijn video zetten. Dus bij meer informatie gaat je dat zeker terugvinden. Ja, het IP van Digibox begint altijd met een 10. Voor mensen die daar problemen mee hebben of een andere IP krijgen. Als dat niet met een 10 begint, werken je interactieve diensten niet. Dus dat was mijn inleiding en ik hoop dat de volgende filmpjes u allemaal gaan interesseren. Dit is de HD Digicorder van Telenet. Ik heb al een jaar digitale televisie van Telenet en ik moet zeggen, ik ben er eigenlijk wel vrij content van. Ik heb mijn Digibox aangesloten via Component. Voilà. Niet via HDMI, omdat mijn tv nog niet beschikt over HDMI. Daarmee, Component heeft ongeveer dezelfde kwaliteit, dus ik ben er heel tevreden van. Ik heb mijn Digibox ook nog aangesloten op SCART, omdat ik anders geen teletext kan kijken. Dit zijn kort de zenders. Zoals u kan zien, dit is het basisaanbod. Dat lijkt al redelijk veel, maar er zitten radiozenders ook bij. En alle regionale zenders staan hier vermeld. En normaal gezien heb je maar één regionale zender, dus er vallen er al bijna 10 af. De HD Digicorder.
ben er eigenlijk vrij content van. Geen problemen mee gehad. Ja, de kwaliteit is volgens mij ook stukken beter dan bij de concurrentie. Alhoewel dat ik nog niet TV Vlaanderen in HD gezien heb, tegenwoordig ook al beschikbaar is. Dat heb ik nog niet gezien, dus daarmee kan ik ook niet echt vergelijken. Maar vergeleken met Belgacom is het stukken beter. Wat nog een voordeel is, is dan vooral ten opzichte van Belgacom, is dat je twee opnames tegelijk kunt opnemen. Wat ook handig is. Maar het nadeel daaraan is dat je twee programma's tegelijk opneemt, dan kun je niet naar een ander programma digitaal kijken. Dus er zitten twee tuners in en als je twee programma's tegelijk opneemt, worden beide tuners gebruikt. En kun je alleen maar naar die twee programma's kijken. Het zenderaanbod. Het zenderaanbod is ja, voldoende. Maar het mag altijd meer natuurlijk. Ik heb enkel het basispakket, dus ik heb geen extra betaalpakketten. En dat zijn zo'n 57 zenders. Maar ja, er zit wel wat tussen dat iedereen kan bekoren, muziekzenders. Snel, ja, het kan sneller. Gewoon zappen, analoog gaan nog altijd rapper. Maar de kwaliteit maakt dat ruimschoots goed en het is niet dat je echt moet wachten op beeld. Het mag rapper gaan, maar echt storend is het ook niet. De toepassingen zelf zijn ook niet echt super snel, maar mij stoort het echt niet. Het kan zijn dat bij sommige mensen stoort, maar mij dus niet. Waarom telen het Digital TV en geen TV Vlaanderen of Belgacom bijvoorbeeld? Ik ben al jarenlang internetklant bij Telenet. Ook nooit geen klachten van gehad. Van de mensen zelf van Telenet, daar kan ik ook niet over klagen. Hulpdiensten altijd klaar mocht je problemen hebben. Ook al wordt er beweerd dat er de klantendienst bij Telenet niet zo goed is. Ik heb er nooit echt last mee gehad. Die Digicorder dan terug. Waarom? Televisie dan, ja, het is heel voordelig, vooral nu met die shakes, je hebt hun decoder praktisch gratis. De ervaringen van Telenet, Digital TV, zijn er mensen die vragen hebben, kunnen we ook altijd op posten. Ik wil er wel dieper op ingaan, als er mensen zijn die andere manieren weten, want bijvoorbeeld voor het zappen heb je 4 of 5 verschillende manieren om dat te doen. Dus als er mensen nog andere manieren weten, laat dat gerust weten. Dus nog even meer informatie over mijn Digibox. Voilà, daar is het beeld voor mensen die het nu wisten. De foto's die je zag, dat waren foto's van Telenet Foto. Dat is een programma van Telenet. Daar kun je foto's online uploaden. En dan gemakkelijk je Digibox laten zien. Dit is het home menu van de Telenet Digibox. Digibox, Digicorder. Mijn Digibox is dus een HD Digibox en ik kijk nu via de 1080i resolutie. Dat is de hoogste resolutie dat de Digibox aan kan. Maar dit is niet de echte full HD resolutie, want dat is 1080p, maar voor digitale televisie. Discovery Channel, National Geographic. Maar daar is bijvoorbeeld Belgacom wel een beetje beter in. Dat zenderaanbod is iets uitgebreider, ook bij TV Vlaanderen is het iets uitgebreider. Maar je hebt hier wel ja, al je standaardzenders. En ik denk dat daar bij de media toch wel om te doen is, zoals VTM, VT4. Die zenders zitten er overal op en overal in superieur kwaliteit. Dus dat zal het probleem niet zijn. Als er mensen zijn die slechte ervaringen hebben met een Digibox, laat dat weten. Ik wil altijd problemen proberen op te lossen, want ik heb er al vrij veel ervaring mee. Ik heb er ook al, deze heb ik ook zelf geïnstalleerd, buiten dan digitaal gemaakt, interactief gemaakt, sorry.
Omdat dat zelfstarterpakket toen nog niet bestond. Ik ga een aantal filmpjes maken en die online zetten. Met tips, hints,